Hallo allemaal, hartelijk welkom bij een nieuwe video op het Speel in Mijn Kanaal. Ik ben het, Cookie Monster. En ik neem vandaag even het werk over. En ik wil vandaag koekjes. Oh. Oh shit, ik ben niet meer alleen. Ik doe alsof ik niks heb gezegd. Hey, welkom allemaal bij een nieuwe video op het Speel in Mijn Kanaal. Zeg, Cookie Monster, wat heb je daar gedaan? Heb jij nou mijn werk overgenomen vandaag? Wat? Ik deed niks. Wees eerlijk. Maar het gaat om koekjes. Dat moet ik toch dan wel. Dus jij wilde vandaag de intro doen? Ja, ik. Ik het Cookie Monster. Want ik wil koekjes bakken. Heel lekkere koekjes. Ja, lekkere koekjes. Maar je bent dus gewoon zomaar zonder mij begonnen. En later dan wil ik dan een koekje van je. Wat? Nee, alle koekjes zijn voor mij. Oké, nou goed dan. Ik help je dan wel vandaag, Cookie Monster. Want Cookie Monster, ga eens aan de kant. We gaan een paar koekjes bakken. En dat doen we dan met toetjes en taartjes. Ik heb dat al eens laten zien. Vandaag hebben we hem dan weer een keertje. En vandaag gaat Cookie Monster ons helpen. Het gaat me alleen niet lukken hoor. Ik heb er geen zin in, anders kan ik het wel doen. Ja, je hebt geen zin, smoesjes. Je kunt niet koken en bakken, dat is het probleem. Niet zo hard. Ja, maar laatst noemde jij mij Suffert. Ah, oh, maar dat was niet zo gemeend. Suffert. Nou, oké, dan beginnen we daar maar eens mee. We gaan er Play-Doh koekjes van maken. Ik zou er wel eentje willen, maar ja, ik lust geen klei. Dus dat wordt hem niet helemaal. Dus alles is voor Cookie Monster wat we gaan maken. En ik heb alles hier al voorbereid. Er zat ook Play-Doh plus klei bij. Dit zijn de originele potjes. Alles zit mooi verpakt. Hier hebben we dan het bordje en nog meer dingen. Die kunnen we vandaag weer gebruiken. Ga maar even naar achter, Cookie Monster. Zo. We hebben bordjes erbij. En dan zo'n spuit. En dan kunnen we ons Play-Doh deeg hier eruit halen. Dat bevindt zich hier. Verder hebben we nog van die koekjes vormen. Dat is best wel belangrijk. Koekjes, best belangrijk. Klopt. En we hebben natuurlijk een oven. Dat is ook belangrijk. En het coole is dat die oven een bel heeft. Hey, Cookie Monster. Er belde iemand aan bij de deur. Ik doe open. Ik heb Cookie Monster weggejaagd. Ik denk namelijk dat de deurbel ging. Ja, er is niemand aan de deur. Wat is dat nou? Dat was de oven. Ja, dat was inderdaad de oven. Inderdaad. Haha, de suffert. Je bent zelf een sukkel. Nou, goed. We gaan vandaag eens eventjes verder. En waarmee gaan we dan beginnen als eerste? Eens even kijken. Misschien ga ik ook een paar andere kleuren pakken zometeen. Eerst gaan we eens een paar van die koekjes maken. Beginnen we hiermee. We hebben natuurlijk verschillende vormpjes die we kunnen gebruiken. We kunnen vruchten maken, we kunnen kleine koekjes maken, grote koekjes. Eerst maken we deze potjes even open. Het ziet er een beetje uit als een ijsbak, weet je wel. Zo eentje van de ijskomman. Doet me niet echt direct denken aan koekjesdeeg. Zo. Dan gaan we er nog eens met de lepel in. Dan doen we er nog wat bij. Zo, welke vormpjes pakken we dan? Ik denk dat ik dit koekjesvormpje pak. Ik denk dat ik het eventjes zo doe. Ik druk het gewoon goed op elkaar. Cookie Monster, wil jij dat doen? Nee, doe jij maar. Jij kunt beter. Oké. En dan halen we het koekje er hier uit. Dat ziet er wel goed uit. Die heeft nog wel een vulling nodig, maar het gaat ook wel zonder, toch? Nee, met vulling. Oké. Dat wordt een lekkere calorieënbom. Ja, lekkere calorieënbom. En dan... Er is een beetje klei overgebleven.
En dan pakken we deze, die ruikt best wel lekker. Klei is natuurlijk niet voor ons om te eten, alleen voor Cookie Monster. Dat moeten jullie natuurlijk weten. Wij kunnen het als mensen zelf niet eten. Oké, dan gaan we eventjes de vulling maken. Oké. Zo ziet het er nu uit. Echt lekker. Wil je die rauw eten of moet die nog in de oven? Nee, in de oven. In die hier? Ging de bel weer? Nee, nee, nee. Dacht je dat nou echt weer? Jongen, jongen. Dan kunnen we nog meer vormpjes gebruiken hierboven. Kijk, hierboven op de oven zitten er nog vormpjes. En ook hier zitten er nog een paar. Dat is best wel leuk bij Play-Doh. Je hebt altijd heel veel functies en ik denk dat we er ook een paar gaan gebruiken. Maar eerst pak ik een andere kleur. Ik heb nu nog even 3 potjes gepakt. Blauw, paars en oranje. En hier gaan we eerst wat toppings mee maken. Dat doen we met de paarse klei. Bijvoorbeeld zo, een klein vormpje van hier. En dan hebben we hier een klein sterrenkoekje, maar oh, die is niet zo goed gelukt, dus ik doe het nog een keertje. Even goed vastdrukken. Oké, dat moet dan werken nu. Dan deze nog eventjes testen. Een croissantje. Zo. Dat kan dan ook nog hier. En ik denk dat dit wel genoeg is voor dit koekje. Zo ziet het er dan uit. En dan gaan we eerst eens eventjes verder. Hier hebben we nog een bordje. En we gaan nu deze klei gebruiken. Zo, dat doen we op het bordje. Nog een beetje meer. Anders is het niet genoeg voor Cookie Monster. Ja, dat is niet genoeg anders. Oké. Dan een ander vormpje. Misschien deze. Dan drukken we die weer goed aan. En dat doen we dan ook met het bordje. Ik geloof dat de klei niet helemaal goed is gelukt. Maar goed. Het ziet er nu uit als een soort klein taartje eigenlijk. Zo'n tulbandcake. Zo ziet het er nu uit. En ik denk dat het wel goed is als we in het midden gewoon een beetje versiering doen. Daar doen we wat slagroom in. Die doen we hierin. Dan komt er hier wat op. Zo. Dat ziet er ook wel lekker uit. En dan maken we denk ik nog een koekje, Cookie Monster. Ja, 3 is een goed aantal. Oké, dan moeten ze wel eerst nog eventjes in de oven. Daarvoor pakken we misschien eerst nog eventjes oranje voor het koekje. Die lepelen we er zo uit. Dan doen we dat weer op een bordje. Dan nog een schepje erbij. Zo, dit moet genoeg zijn. En dan pakken we ons derde vormpje, dat is deze. En dan drukken we het bordje erop. Blijven drukken. Ja, dat doe ik toch ook. Dan haal ik het bordje even weg. En de restjes klei probeer ik eraf te halen. Zo. En dat ziet er dan ook wel goed uit. En dan pakken we denk ik nu gele slagroom. En die ga ik even voorbereiden. Hier komt dan een beetje gele slagroom op. Doe hem een beetje zo.
Dat ziet er dan ook wel lekker uit. En die gaan we nu allemaal in de oven doen. Zo, dat is nummer 1. Doe ze even 1 voor 1 erin, want anders wordt het wel een beetje lastig. Het is al lastig met eentje, denk ik. Hoe moet dit nou? Ik denk dat ik het maar zonder bord doe. Anders gaat het niet werken, denk ik. Zo, gaat dat lukken? Ja, het past. Zo, Cookie Monster, nu moeten we heel eventjes wachten. Ik weet dat je niet zo graag wacht, maar toch... Je mag hier even staan. En dan kun je onze kijkers even bezighouden. Wat moet ik dan zeggen? Ja, dat weet ik niet. Anders dan praat je wel altijd heel veel. Dus misschien kun je nu ook een beetje praten. Ik weet het niet. Jij kunt ze dus even bezighouden. Oké. Ik weet helemaal niet wat ik moet zeggen. Hoe gaat het met jullie? Nee, dat is niet goed. Ik heb het. Jij bent een suffert. Dat is wel een goeie. Hé, hey, wat zei je nou over mij? Nee, helemaal niks. Oké, dan. Wat een suffert. Oké, Cookie Monster. Ik ben hier bijna klaar. Wil je een koekje zometeen? Oké. Ziet er goed uit. Maar je hebt nog geen belletje gehoord. Klopt. Misschien help ik even. Ah, daar was die. Yep, dat was oké. Oké, dan haal ik hem eruit. Nu moeten we een beetje voorzichtig zijn. Ik klap dit eventjes open. En dan komt dat... Oeh, warm. Oh, warm. Yep, ik weet het. Is warm. Goed dat je me zo helpt. Dat was nummer 1. Hier komt nummer 2. Het ziet er een beetje uit als jij. Hoe ziet hij er dan als mij uit? Hij heeft bijna dezelfde haarkleur. Hahaha, heel grappig hoor. Ja, vind ik ook. Niet grappig. Ja, ik weet het. Probeer ook maar een beetje grappig te zijn. Dat is koekje nummer 2 in ieder geval. En jij bent weer aan de beurt, Cookie Monster. Ik? Ik heb al opgeruimd, maar nu ben jij aan de beurt. Wat heb je net verteld? Helemaal niks. Dat je geweldig bent. Oh, dank je, Cookie Monster. Wat aardig. Alsjeblieft. Waarom lach je? Nee, helemaal niks. Je bent geweldig. Oké, dan. Ik geloof dat het koekje ook bijna klaar is. En was dat de deur of de oven? Ha, de oven natuurlijk. Ja, inderdaad. En dan doen we die open. Maar ja, nou heb ik geen bordje meer. Doe ik daar dan aan? Misschien dan op dit dekseltje. Moet een beetje improviseren. Oeh, warm. Hier, Cookie Monster. Ruikt lekker. Ja, maar het is best wel warm. We wachten nog wel eventjes. En hier hebben we dan het koekje. Het volgende koekje dat in de oven gaat. We hebben ook nog andere vormpjes die we kunnen gebruiken. En nu gaan we weer eventjes wachten. Wachten we, Cookie Monster? Ja, helaas. Ja, helaas wel, ja. Wat kunnen we verder dan nog eventjes vertellen aan onze toeschouwers? Dat je geweldig bent. Ja, maar dat heb je toch al net gezegd, Cookie Monster? Ja. Of misschien klopt het niet. Wat bedoel je met toch niet? Ah, niks. Helemaal niks. Goed, oké. Onze koekjes zijn zo langzamerhand klaar. Maar je weet wel dat de koekjes hierna nog af moeten koelen, hè? Die koekjes, je krijgt een beetje buikpijn van warme koekjes. Ja, tuurlijk. Ja, oké, nou, ik wil die alleen maar waarschuwen, hoor. En dat is koekje nummer 3. Dan kunnen we weer het bordje erbij pakken. Oeh, warm. Zo, Cookie Monster. Zo ziet dan het derde koekje eruit. Die wilde jij bakken, maar ja, je hebt helemaal niks gebakken. Jawel, dat was ik. Ik heb je geholpen. Ja, je hebt me super geholpen. Oké.
En ik pak dit eventjes bij elkaar. Dan zet ik de potjes klei ook even aan de kant. En dan wachten we nu nog eventjes. En we gaan wachten op de koekjes. En misschien gaan we met deze dan de koekjes in je mond doen. Geen probleem. Oké. Nu moeten we nog wel lang wachten hoor. Poeh, doe ik dan de camera uit of niet? Ik weet het niet. Ik wil mijn koekjes nu. Ik heb je toch al gezegd dat je ze dan niet kan eten. Koekjes, nu. Wil, maakt mij niet uit. Nou ja, oké. Volgens mij ga je niet toegeven. Dus we geven het koekje nu. Ook al is die warm. Ik durf te wedden dat je buikpijn krijgt. Ja, laten we maar wedden. We wedden wel. Oké, daar is dan als eerste dit koekje hier. Die krijgt Cookie Monster nu. Zo, Cookie Monster. Mond open. Ah. En hier komt dan je koekje. Ah, weet je wat? Ik heb zelf honger. Die eet ik zelf op. Hoezo? Ik wil het koekje. Dat is klei. Dat kun je niet eten. Oeh, ja, daar heb je geluk. Klei kunnen wij natuurlijk niet eten, dus daarom is die voor Cookie Monster. Hup, ermee. Nom, 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 nom. Voorzichtig. Nom, nom, nom. Moet ik hem doorbuiten? Nee, oké. Nom, 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 nom. Lekker. En al buikpijn? Nee, hoezo? Ik heb pas één koekje op. Ja, dat klopt. Maar goed, misschien zometeen. Nee, gebeurt niks. Hier, met dat tweede koekje. Oké dan. Dan krijg je het tweede koekje. Dat is deze hier. Die ziet er echt heel lekker uit. Zal ik deze niet overlaten? En dan wat beter laten zien aan onze kijkers? Wat wil je dan laten zien? Het is een koekje. Hier ermee. Oké, rustig maar. Zo, hup. Oh, mijn vinger. Iedere keer mijn vinger weer, hè? Altijd met die koekjes. Nam, 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 nam. Haha. De vinger was niet lekker, maar het koekje... Derde koekje, hier ermee. Ik heb nog steeds honger in koekjes. Oké, derde koekje. Mand open. Hup, ermee. Nam, 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 nam. Dat was lekker. Ik geloof. Volgens mij voel ik me niet lekker. Wat? Je voelt je niet lekker? Ik weet niet. Ik heb een beetje buikpijn. Ineens. Ja, hoezo? Ik heb je toch ook gezegd dat je die koekjes niet moet eten als ze warm zijn, anders krijg je buikpijn. Ja, heb je dat gezegd? Ja, dat heb ik gezegd. Echt? Ik heb het wel gezegd. Ik heb gezegd dat je die koekjes niet moet eten als ze warm zijn. Poeh, Cookie Monster, dit gaat toch helemaal niet zo? Ik heb buikpijn. En ik wil koekjes. Je buikpijn en je wil koekjes. Zeg, nou ben ik wel echt heel verbaasd. Nou ja, goed. Ik vind je aardig en weet je, ik zeg wel doei tegen de kijkers, is dat goed? Nee, ik heb buikpijn. Heel erg. Ja, ik weet dat je heel erg buikpijn hebt. En wat betekent dat? Je weet wat dat betekent. Nou, wat dan? Ik wil meer koekjes. Dan gaat de buikpijn weg. Je wilt meer koekjes zodat de buikpijn weg is. Die logica snap ik niet. Jawel, meer koekjes. Nee, niet meer koekjes. Oh, jammer. Ik dacht meer koekjes. Oh, het gaat niet goed. Ik heb buikpijn. Ja, ik heb je gewaarschuwd, maar jij wilde niet luisteren. Maar toch, help me opstaan. Nou, blijf maar liggen, want je hebt buikpijn. Dat is beter. Ik zeg wel doei dan. Ik ga lekker liggen. Goed, mensen. We gaan Cookie Monster even uit laten rusten. Hij heeft blijkbaar buikpijn. Ik hoop dat jullie de video van vandaag toch leuk vonden. Dit zijn dus de toetjes en taartjes van Play-Doh. We hebben verschillende koekjes gemaakt. En Cookie Monster heeft warme koekjes gegeten. Oeh, dat is niet goed hoor. Maar goed... Ik hoop dat jullie het leuk vonden en dan zien we elkaar de volgende keer. Doei!